De gemeenteraad van Schiedam voelt er niets voor om ex-burgemeester Verver 15 dagen de tijd te geven om te reageren op het onderzoeksrapport naar haar integriteit. De advocaat van Verver had dat geëist. Verver stapte op nadat de gemeenteraad een onderzoeksbureau had ingeschakeld om onderzoek te doen naar mogelijk machtsmisbruik van Verver. FC Dordrecht heeft titelkandidaat Willem II met 3-2 verslagen. De ploeg van trainer Theo Bos kwam na een 0-1 achterstand door 3 doelpunten van Santi Hulst op een 3-1 voorsprong. In de blessuretijd kwam Willem II nog even terug tot 3-2, maar verder kwam het niet. Het was de eerste Dordtse zege van dit seizoen. In het water van de Heemraad Singel in Rotterdam is gisteren het stoffelijk overschot van een man aangetroffen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het is ook onduidelijk hoe lang hij in het water lag en wat de doodsoorzaak is. Vandaag zal sectie verricht worden op zijn lichaam. Vandaag een drukkend warme dag met een grote kans op een aantal regen- of onweersbuien. Slechts soms kan de zon even tevoorschijn komen. De temperatuur komt uit op een zomerse 25 graden.